Yo mensen van mijn kanaal, awesome dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. In deze video ga ik, ja, je hebt het misschien al aan de titel gezien, weetjes vertellen over mijzelf die jullie waarschijnlijk nog niet weten. Maar een aantal misschien ook wel. Er is sowieso één, nou ja, laten we maar beginnen gewoon. Deze video moet ik trouwens nog wel hierna nog een video uploaden, want ik had vorige week een video gemaakt. En ik ben naar de kapper geweest. Maar aan de voorkant merk je het niet zo heel erg. Alleen dat hier zo veertjes in mijn haar zitten. En aan de zijkant eigenlijk. Maar aan de achterkant is het echt heel kort. Maar dat kan ik nu niet laten zien. Want ik weet niet of jullie het zien. En als jullie het willen, laat weten in de reacties. Laat ook vragen voor mij in de reacties. Want ik wil een Q&A doen. En ja, ik weet nog niet. Ik heb nog geen vragen. Dus zet de vraag in de reacties hier beneden. Abonneren en liken. Doe dat ook even hier beneden. En dan ga ik nu echt beginnen met de video. Oké, het eerste weetje is. Ik lees Het Leven van de Loser. Ik vind het gewoon hele leuke boeken. En ja. Tweede weetje is. Ja, ik kan gewoon nergens mijn concentratie bijhouden, zowat. Als ik mijn concentratie bij moet houden, dan moet ik echt heel erg gefocust zijn. Maar ook tijdens een wedstrijd, ik sta altijd op doel. En dan kan ik gewoon, ja, dan moet ik soms gewoon kijken naar wie je allemaal staan langs de kant en zo. Ja. En ik moet. Weetje nummer 3 is. Ik moet altijd ergens mee bezig zijn. Net als. Kijk, dit is gewoon van een alien katapult. En ik speel daar gewoon mee. Gewoon, ik zit er gewoon mee te friemelen. Ja. En ik moet ook altijd iets met mijn voeten doen in ieder geval. Ja. Oké, weetje nummer 5. Ik heb dyslexie. Weet je nou niet wat het is? Zoek het op internet. Nee, het is iets dat je letters door elkaar haalt. En dat is soms nogal vervelend. Oké. Weetje nummer 6. Als ik iets wil doen voor een video, dan moet ik dat sowieso als eerst doen. Want dan heb ik al als. En ik upload nooit op maandag. Want dan denk ik iedere keer van. Ik moet nog uploaden. Ik heb maandag al geüpload. Ja. Jammer. En ja, ik moet altijd iets in mijn hoofd hebben wat ik ga doen. En dan doe ik het. Dus ja, ik heb nu al een idee voor mijn volgende video morgen waarschijnlijk. En weetje nummer 7. Ik draag altijd een horloge of armbandjes of iets. Of een ketting. Gewoon omdat ik dat fijn vind. Weetje nummer 9. Ja, weetje nummer 9. Ik ben heel groot fan van Enzo Knol. En waarschijnlijk weten de meesten dit al, maar goed. Weetje nummer 10. Het laatste weetje. Ik ben fan van Feyenoord. Ja, het maakt me niet uit wat je ervan vindt. Ik ben fan van Feyenoord. Niet zo'n mega groot fan. Gewoon normaal. Niet, gewoon driekwart fan. Het andere voetbal. Ik weet niet. Voor de rest ben ik gewoon voor
Barcelona, Madrid. Polen. Oké, misschien klinkt Polen misschien niet zo heel goed, want ze zijn niet zo heel goed. Maar mijn stiefmoeder komt uit Polen. Dus ik dacht, ja, Polen. Ik ben er nog nooit geweest, maar maakt me niet uit. Ik ben gewoon voor Polen. Maar goed, dat waren 10 weetjes over mij. En school is stom. Daar hebben de meesten heel veel gelijk in waarschijnlijk. En huiswerk is ook niet leuk. Maar gelukkig zit ik nog niet hier op 8. Ik zit nog erg op 7. Ik zie jullie bij de volgende video. Morgen waarschijnlijk. En doei, tot de volgende keer. Doei.